Nee! 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 Ik zie nog wat. Magma strikes again. Wie is Magma? We zullen zien, Rick. Jongens, er is een oorlog ontketend. Hier moeten we payback voor krijgen, maar we moeten groots denken. Lukt dit? Ja, dit is perfect. Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er zijn. Ah, ik heb een paarse trui aan. Leuk dat jullie er zijn, jongens. Ik sta hier vandaag in mijn cave waar een beetje progressie is geweest. En ik zeg cave, maar het is eigenlijk gewoon ondergrondse farm sessieplek. En ik heb aan Robin gevraagd, wil je vast deze dingen voor me uithakken? Want dat is toch niks aan in de video. En kijk eens wat Robin heeft gedaan. Hij heeft de potato plek gemaakt. Hij heeft de carrot plek gemaakt. En hij heeft het graan gemaakt. Wauw. Maar voordat deze video begint, abonneer zeker allemaal eventjes. Ben je nou nieuw? Reageer dat je bent geabonneerd. En dan zou ik jouw reactie een hartje geven. In de reacties, jongens. Kom op. Hoi, ik ben op school, zegt Rick. Ja, Rick is op school, jongens. En hij heeft hier neergezet. Abonneer op Rick Vos. Waarom? Maar goed, de redstone, die als het goed is, werkt die ook helemaal. Dus je klikt op de knop. Dan gaat het water eruit. En dan verdwijnen de toortjes. Maar als je weer op de knop klikt, dan stopt het water. Ik wil je zoiets laten zien, Koning Walnoot. Oh, nee. Wie heeft dit nou weer? Wie doet al die magma blokken telkens? Iemand plaatst het magma blokken in mijn base. Oh, mijn god. Wie, oh, wie? Oh, mijn. Het is overal. Het is letterlijk overal. Maakt niet uit waar ik kom. Overal is gewoon die vervelende magma blokken hier weer. Alright, wat is er wat Rick zo nodig, dus zo heel graag wil laten zien aan mij? Nee! 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 Waarom? Waarom? Nee! Hij heeft een grote hoofd van zichzelf erin gemaakt. Oh, wat slecht! Rick, waarom? Waarom doe je dit? Oh, nee! Rick, jongen. Hij verveelde zich. Dit is echt erg, jongens. Dit is echt... Dit kan niet. Dit kan ik niet houden hier. Hij zag allemaal rotte flesjes in mijn kisten. Flashback! Abonneer op Walnut. 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 Dit was een soort payback. Ja, ik snap het. Jongens, deze oorlog is nog niet klaar. We zullen zien, Walnut. We zullen zien, Rick. Jongens, er is een oorlog ontketend. Hier moeten we payback voor krijgen, maar we moeten groots denken. Hij verwacht de prank terug. Deze oorlog is nog niet klaar, Rick. Hij is pas net begonnen. Deze prankoorlog. Waarom is er telkens... Oh, daar word je toch gek van. Oh, wie is die magma guy? Er is iemand in Content Veen die overal magma blokken zit te plaatsen. Nee, abonneer op Rick. Nee, hij heeft in elke kist... Nee, hij heeft het teruggedaan. Waarom? Nee, moet ik het overal uithalen, jongens. Dat is een traag begin van deze aflevering. Maar welkom weer bij een nieuwe video op Content Veen. Ik had een paar doelen voor deze aflevering. Die heb ik nog steeds. Ik weet niet of ik er ooit naartoe ga komen. En naast het feit dat ik overal abonneer op Rick Vos kelpjes weg moet halen. Maar nu ben ik er klaar mee. Zo, ik heb ze allemaal. Weet je wat we ermee doen? Weg. Wat een vreselijk hoofd. Voor deze episode mag hij blijven. Volgende episode gaat hij weg. Ik zie nog wat. Magma strikes again. Wie is Magma? Wie is het? Wie heeft dit gedaan? Wie is Magma? Nee, dit kunnen we niet tolereren. Dit mag niet, jongens. Wie is Magma? Heel vervelend. Ik denk, aangezien Nathan's base vol met van die magma blokken ligt, weet je, of hoe die ook heten, dat dit Nathan is. Nathan is meneer magma, 100%. Weet je wat? Voordat we gaan bouwen, heb ik een goed idee. Dan heb ik een veer nodig van een kip. Dus we gaan even naar René haar kippen. Als René kippen heeft, überhaupt. Heb je kippen, René? René heeft geen kippen, volgens mij. Dan ga ik kijken of ik een veer kan lenen. Ja, René, ik leen één veertje van je. Eentje maar. En een inktzakje. Ook eentje maar. Jongens, dan is het tijd voor een boek en quill. En dan gaan wij bijna de oorlog verklaren aan Rick Vos. Oké, jongens, ik heb het boekje hier. Ik ga hem zo signen. Beste Rick, ook wel bekend als loser. Bij deze heeft u de lijn overschreden en bent u officieel te ver gegaan. Hierbij verklaren Kingdom Tutor en al zijn bondgenootschappen de oorlog met jou. U heeft 1 week de tijd om voor te bereiden. En dan breekt het los. Deze prank die u nu ziet is slechts het begin van jouw ondergang. Met niet zo vriendelijke groet, Max Kingdom Tutor. Oh ja, trouwens, pagina 14. Sukkel. Ik weet niet of er spelfouten zitten. I don't care. Prank oorlog heet hij. Sign and close. Prank oorlog. We gaan nu gelijk dit boek bij een prank loslaten. En oh, die wordt leuk, jongens. Ik heb er iets heel leuks in gedachten. Maar daarvoor heb ik wat wol nodig. Dus we gaan eerst heel veel schapen scheren. Ik heb wat wol geschoren. Nu hebben we nog wat kleurtjes nodig. Ik heb trouwens een bed gemaakt weer even. Want mijn bed hier was weg, for some reason. Hoppakee. Kijk, nu hebben we een kleurbed. En nu hebben we kleurtjes nodig. En ik weet ook precies welk kleurtje ik ga gebruiken. En dat is geel. Want geel vind je overal. En dan heb je altijd genoeg kleur. Hier hebben we al wat yellow dye. Dan hebben we al heel veel yellow wool. En dan is dat genoeg? Nee, dat is nog niet genoeg.
Kijk nou hoeveel gele plantjes hier zijn. Dit zijn allemaal zonnebloemen. Dat is toch gewoon perfect? Ik ben gelijk, nu ik hier toch ben, alle soorten plantjes aan het halen. Want ja, kleurtjes en bloemetjes zijn toch wel de leukste dingen in Minecraft, hè, uiteindelijk. Oké, jongens, zo is het al genoeg. Zeg ik terwijl ik nog meer hak. Maar mijn hele inventory zit vol met bloemetjes en plantjes en weet ik veel wat. Ditjes en datjes. Het is nu wel mooi geweest. We gaan terug, zodat wij onze mooie prank kunnen uitvoeren. En dan zei ik dat ik deze episode het hoofd ging laten staan. Maar ik ga hem lenen, jongens. We gaan hem verplaatsen. Dat is het enige wat we gaan doen. Hij wordt even verplaatst. Hij is weg, maar Rick heeft gewoon eigenlijk die hele berg hier nu verpest, als ik het zo zie. Moet je kijken. Het hele berg is lelijk geworden. Nou, we gaan hem terugpakken, jongens. Ik ga nog lekker niet zeggen wat het is tegen jullie, maar misschien dat je het al door kan hebben wat ik ga doen. Maar misschien ook niet. Oké, we gaan kijken of we het hiermee kunnen redden. Ik ben benieuwd. Ik hoop het. Ik weet eerlijk gezegd natuurlijk nog niet eens of het gaat lukken, maar dat moet wel goed komen, toch? Ah, wat gebeurde er? Nee, wat was dit? Science met abonneer. Hier is de rails die je mist. Abonneer op mij. Ja, maar loser, nu is mijn karretje weg. Ook al stapte ik zelf uit. Nee, ik weet dat jij het bent, Rick. Ik ga niet abonneren. Oh, nu moet ik rennen over het treinspoor, omdat mijn karretje gewoon alsnog doorging. Ik had nooit uit moeten stappen. Nou, daar zijn we, hoor. Voor mij is de prankoorlog begonnen. En we gaan gewoon vast beginnen met Z1. Het hoofd van Rick is bijna gepositioneerd op de plek waar hij hoort. Ik had een screenshot gemaakt van dat grote hoofd dat hij had gebouwd, zodat ik daar lekker van af kon kijken af en toe op mijn andere scherm. Hoe ga ik hier nou weer naar beneden? Oogje. Oogje. Het mondje hier. En dan kijk. Dat is Rick's hoofd. Oké, zijn hoofd is geplaatst. Maar ja, dat is gedeelte 1 van de prank. Er komt nog veel meer bij kijken natuurlijk. Waarom zou ik Rick's hoofd daar geplaatst hebben? Kijk, daar komt de wol in de kwestie. Zo, oké, de eerste is gecreëerd. Ik kan het wel vast laten zien. Ja, dat is wel goed. Oké, dat is goed gepositioneerd. Jongens, dat is een R. En wat er nu komt te staan, kan je gokken. Het is niet Rick. Ik ga nu al gewoon de rest maken en dan laat ik het aan jullie zien. Oké, jongens, ik denk dat ik het helemaal af heb. Het is niet heel bijzonder of zo. Maar ik vond het gewoon echt heel leuk. Ik vind het gewoon echt leuk. En ik ben benieuwd of het goed gelukt is. Ja, dit is perfect. Wat een loser, die Rick. Loser. Wat goed, hè. Hij heeft zo'n dikke bolle kop heeft hij teruggekregen van me. En dan nog met de mooie tekst erbij. Dat het een loser is. En ik heb gewoon nog 17 wol over. Dus ik had oprecht gewoon genoeg. Dat is echt perfect. Wat een loser. Ik heb gewoon het Minecraft font gebruikt. Hier, dit is gewoon de eerste prank terug op hem. En dan nu het boekje. Kut, ik ben het boekje vergeten. Man, ik moet mijn boekje even ophalen. Ik ga er een kist bovenop zijn hoofd neerzetten met het boekje erin dat de oorlog is verklaard. Ik zet er een barrel bij. Zo, dan heb ik de barrel en de prankoorlog boekje of het prankoorlog boekje. Dan plaatsen die even op het hoofd, dat hij die al gewoon duidelijk ziet. Laten we zeggen, zo, gewoon simpel, erop, hoppakee. Het is een beetje raar, maar dan ziet hij het wel tenminste, dat er gewoon iets op zijn hoedje zit, weet je. En dan kan hij dat gaan lezen en dan is het officieel begonnen. Het ziet er zo stom uit. Imagine dat hij zijn huis is uitgelogd. Hij is gewoon lekker bezig zo hier en hij ziet dit al en denkt, wat is dit nou, weet je. En dan loopt hij naar buiten en is echt van, loser. Nou, laten we nu eindelijk beginnen met de progressie aan onze eigen base. Wat een prachtdingetje dit zo, hoor. Oh, ik ben zo tevreden. Mijn doel vandaag is om een soort base makeover te geven. Door een beetje met de bergen te gaan klooien. Een beetje de details hier op de paden nog wat toe te voegen. Gewoon een wat gezelliger maken hier in het geheel. Boompjes misschien, nog wat bloemetjes, blaadjes van de bergen. Een beetje zoals dat, weet je. Maar dan nog meer. En ik wil daar gewoon niet te veel van laten zien. Terwijl ik het doe, ik wil gewoon aflopen en denk ik van bam, aan jullie laten zien wat ik gedaan heb. En dan een tour er doorheen geven. En ben jij trouwens nou benieuwd naar het complete gedeelte? Ik loop er altijd wel doorheen inmiddels, maar heb je nou geen zin om alle afleveringen te kijken of zo? En ben je gewoon benieuwd naar de base zelf? Laat dan even in de reacties weten of ik een keer een hele tour moet doen door mijn base. Of gewoon een hele tour door de hele server moet doen. Iedereen gewoon van alles en iedereen laten zien. Maar goed, base makeover tijd. Kijk, het eerste kleine detailje wat ik gewoon vonden had op het internet een keer. Wat ik ooit een keer gezien had. Ik kon het niet helemaal herinneren, dus volgens mij klopt die nog wel een beetje. Was een soort putje. En ik vond het zo leuk. Alright, het eerste gedeelte vind ik toch wel een beetje geüpgrade. Ik heb hier van alles toegevoegd. Ik heb wat bloemetjes, wat dingetjes midden op het pad hier toegevoegd. Om het gewoon nog wat, ja, wat drukker te laten voelen. Ik heb wat bosjes toegevoegd. Ik heb het water hier met een steentje in het midden. Wat ding is enige suiker die dat ik had, heb ik toegevoegd. Ik heb dit mooie boompie hier toegevoegd. Zo, dat is een leuk boompie. Nou, deze put hier. Wat trapdoors in het midden. Nog wat bloemetjes hier en daar. En nu is het tijd om een beetje aan de bergen te gaan werken, wat ik al zei. Want de omgeving is leuk. Maar als je dan dat ziet en dan vergeleken met gewoon de standaard berg zoals dit, dat ziet er gewoon minder mooi uit. Dus het is tijd om de bergen te gaan upgraden. Yeah! Oké, ik heb denk ik het eerste gedeelte geprobeerd. Ik weet niet eens echt goed hoe het eruit ziet. Ik moet er ook nog gras op laten groeien en zo en dat soort onzin allemaal. Maar volgens mij, apart moet ik zeggen. Het is nog niet helemaal goed, wacht even hoor. Ik denk dat vooral de key hier in slabs plaatsen is. Dat het vooral heel
smooth maakt of zo. Oké, het gras is lekker aan het groeien. Ik heb het hier ook al gedaan inmiddels. Ik ben de laatste details aan het toevoegen. En daarna kan ik de leaves erin gaan proppen en zo. En het is zoveel beter, als ik het zelf zeg. Als je het nu zo ziet, hè. Dan is het toch zoveel beter. Het is een beetje raar nog, hier vooral. Bij die villagerkop. Maar ik ben ermee bezig, jongens. Ik ben ermee bezig. Het gaat hem ook vooral om op het moment dat de details erop zitten, hè. Op de muur. Als je dan net zoals hier... Gras, bomen, misschien nog wat bamboe. Ik heb nog niet genoeg bamboe hier. Gewoon al dat soort dingetjes. Als die er eenmaal in zitten in de muur, dan ga je pas het volledige effect zien van het feit dat de muur gewoon echt zelf gebouwd is. Oké, kijk eens aan. Ik ben er best tevreden mee met het resultaat zover. Er kan nog niks op de berg geplopt worden, maar alleen de zijkant van de berg is al echt zoveel beter. Moet je nagaan als het een beetje zo rondom is. Kijk, want nu zien de bergen er zo uit. Onbelicht en... Is onbelicht een woord? Niet belicht en gewoon vies met dirt en sneeuw en weet ik wat. Allemaal een beetje raar verspreid. Dit ziet er toch veel leuker uit. Misschien een beetje te veel leaves, maar dat hoeft dan ook weer niet te veel te zijn. Want er komt ook nog gras op en zo en dat mist gewoon nog. Maar ik moet wachten... Ik hoor een creeper. Maar waar ben je? Maar ik moet wachten tot al het gras gegroeid is. Want dan kan ik er gewoon met boommeel op gaan eten. En dan kan ik er zelf ook bomen op planten. Maar ja, daarvoor wat ik zeg. Moet ik even wachten. Even geduld hebben. Hey, Anne is gejoined. Dan plaatsen we hier ook nog wat mooie details. Want hè, het moet wel een beetje gewoon netjes zijn, jongens. Zie je zo. Voor nu hou ik het hier dan gewoon even een beetje natuurachtig. Ik ga even wat bosjes plaatsen, wat dingetjes. Voordat ik misschien ooit nog een keer iets anders hier van plan ben. Beetje gewoon hier en daar wat bosjes. Kan geen kwaad, toch? Dan is het al helemaal alsof ik hier niks heb, weet je. Want heel stiekem, jongens. Hier zit natuurlijk gewoon nog steeds de Simp Cave achter deze prachtige waterval hier. En hij is helemaal volgroeid met paddenstoelen en zo. En niet tegen Rick zeggen, jongens. Maar Rick is nog steeds... Totem of Undying kwijt. En die wordt bewaakt door mijn prachtige axolot hier. Totem of Undying. En waar zijn al mijn axolotjes heen? 1, 2. Ik had er veel meer. Er is een axolotdief of ze gaan dood. Waar zijn mijn axolotjes? Waar zijn ze, jongens? Mijn axolotjes worden gestolen. Oké, dan is het tijd om ook nog wat bloempotjes te doen. Ik ben gewoon lekker de... Vandaag is de natuuraflevering. Naast de prank natuurlijk. Is het gewoon de natuuraflevering geworden. Wat een drukte is het eigenlijk nu hier, hè? Het is oprecht gewoon echt heel druk. Zou ik hier dan ook naar het gewoon... Weet je wat, we gaan hier nu we toch bezig zijn, jongens. Gaan we hier ook gewoon een keertje wat leuke dingen toevoegen. Het is hier zo kaal altijd hier binnen. Mocht wel een keer tijd worden. Het is nog steeds niet heel mega vrolijk hier binnen of zo, maar hè. Misschien als ik er een keer een soort patroontje aan toevoeg aan deze kamer. Gewoon een beetje, ja, detail erbij toevoegen. Hier, dat kan toch al... Dat geeft al best wel veel. Oké, hatseflats. Kijken of we het patroontje of we het na een tijdje nog steeds leuk vinden. Ik denk het wel, want op zich vind ik het nu wel heel leuk. Ik ben normaal nooit zo van de patroontjes in de vloer, maar dit voegt op zich wel wat toe. Kijken hoor of ik dit leuk vind. Want je zou je zeggen van, wat ben je van plan? Nu vliegen de dingetjes midden in je kamer. Als ik nou verschillende soorten tulpenkleuren erin doe. Zo, zo en dan zo. Kijk, dan hangen ze ineens. Dan zijn het ineens hangplantjes. Ik vind dit oprecht wel leuk. Dit is wel heel leuk, kijk, want nu zijn het gewoon hangplantjes geworden. Hoe amazing is dat? En dan hangen ze misschien wel een beetje in de weg. Maar ze zijn zo dun en klein. Dat valt bijna niet op, joh. Nou, die kamer is ook geüpgrade. Dit is allemaal een beetje geüpdate. Ik ben benieuwd wanneer René de molen verder gaat maken. Laten we even kijken of het daarboven inmiddels al goed genoeg is om boommeel te gebruiken. Moet ik wel iets meer boommeel hebben. Nou, let's see. Ik kan op al heel veel plekken kan ik gewoon lekker boommeel plaatsen. Kijk, als ik dat vast doe, dan kan daar al geen sneeuw meer vallen, weet je. En ik heb nog wel meer plekken nog toortjes doen waar mogelijk wel sneeuw kan vallen of sneeuw ligt. Ik wil het wel een beetje gezellig hebben hierboven. Huh? Het is hier donker. Wacht. Is dat de schaduw van dat ding dat het hier zo donker is? Wauw, dat is oprecht zo grappig. Oh, het gras moet echt even snel groeien hier helemaal. Want dan kan ik gewoon veel meer doen. Dan kan ik gewoon alle leuke details toevoegen. Zo, en laten wij eens hatsenflatsen kijken. Biem. Ja, je ziet nog niet heel veel verschil, maar op zich ook weer wel. Het komt eraan. De mooie bergrand komt eraan daar. Dan is het tijd om wat hoge plantjes door het hele gebied hier te plaatsen. Want dat is ook altijd leuk. Deze, kijk. Die horen er toch wel bij, hè? Ja, die vind ik echt leuk. Oké, en dan denk ik dat het hem voor vandaag gewoon weer is. Er is veel progressie geweest. We hebben veel gedaan. Ook leuke dingen zoals de pranks op Rick. Wie weet ga ik volgende keer wel weer verder met wat details toevoegen. Maar ik moet ook verder met de bank. En ik moet ook verder met de farm. De farmgebied daar beneden. Dus ik denk dat dat een van de twee gaat zijn op de lijst. Om weer verder mee te gaan. Jongens, dit moet ook echt gebeuren. Ik weet het. Ik weet dat deze cave ook echt een keertje moet... Als die af is, dat gaat er toch zo goed uitzien, jongens. Dank jullie wel voor het kijken in deze video. Mijn schoenen zijn nog steeds stuk. Gaan we volgende keer ook misschien iets mee doen. Dank jullie wel voor het kijken. Abonneer zeker als je dat nog niet gedaan hebt. Like ook even en dan spreek ik jullie later. Glaasje water, telt tot 4, flesje bier. Ik weet niet waarom ik dat deed. Doei. Yeah.